Goedenavond. Deze maand is het 30 jaar geleden dat de Brokopondo-dam werd voltooid. De stuwdam in de Suriname-rivier die de energie moest leveren voor de bauxietindustrie. Al eeuwenlang woonden er mensen in het gebied dat daardoor onder water liep. Meer dan 5000 bosnegers moesten wijken voor dat stuwmeer. Zij trokken dieper het binnenland in of kwamen terecht in door de overheid gestichte nieuwe dorpen. Een van hen, Doris Vrede, was toen 15. Over de verdrijving van zijn stam, de Saramakaners, schreef hij een verhalenbundel. En in de documentaire van vanavond is Doris Vrede de gids tijdens een tocht naar Brokopondo en het verdronken land. Ai, hendi de melasien. Menu apa, meni pa aqui. So noi butade. Iya. Als ik me nog herinner wat allemaal hieronder ligt, dan heb je verdriet. Er is hier heel veel, er ligt hier heel veel onder het stuwmeer. De waarde die de Saramakaners vroeger hebben opgebouwd, ja, al hun waarde aan cultuur, de obja's en allerlei zaken die wij achter moesten laten, die liggen allemaal hier op de bodem van het stuwmeer. Hier ligt een stuk van onszelf die wij nooit meer kan terugvinden. U hoort alle de telefoon. Wij, volk van Suriname, verwachten dat u nu begint de dam te bouwen tot ons aller heil. En beginnen doen we. Ons
Toen de bakra's in ons dorp arriveerden om het bericht door te geven dat de rivier zouden worden afgesloten, ja, hadden we gewoon uitgelachen. We hadden ze gewoon bespot van dat is niet mogelijk. Nooit in ons leven is er zo'n hoogwaterstand gekomen. Dus er was niemand die er iets van geloofde. Ja, en we lachten ze maar uit. Van hoge hand was besloten in de Suriname rivier bij Avobakka een stuwdam te bouwen. Een kunstmatig meer zo groot als de provincie Utrecht zou zich vormen in het binnenland van Suriname. Maar juist in dat gebied leefden al eeuwenlang de Marons. Nakomelingen van slaven die van de plantages waren weggevlucht. Zij moesten op de hoogte worden gesteld van het Brokopondo-project. Dat de energie moest leveren voor de Suralco, de Surinaamse bauxietindustrie en voor de stad Paramaribo en de toekomstige welvaart van het land. De kapiteins en notabelen luisterden beleefd naar wat de bakra's, de heren uit de verre stad, te vertellen hadden. Het was te gek voor woorden. Hoe kon je geloven in water dat op een dag tot je woning zou komen? Het was een botsing van twee verschillende werelden. Die van de stadsregering in Paramaribo met haar ingenieurs en plannenmakers en die van de bosnegerkapiteins, die tot dan toe nauwelijks in aanraking waren gekomen met de westerse wereld. Ten overstaan van duizenden genodigden laten we op een sein van gouverneur Curry de zware stalen deuren voor de omleidtunnels zakken. Het doel van de stuwdam is bereikt. De machtige Suriname rivier wordt voorgoed afgesloten. De dam is dicht. Nou, op een gegeven ogenblik kwam het water. En in paniek wenden de mensen zich tot de goden. Allerlei magische middelen hebben ze gebruikt om de dam te doen bezwijken. Maar daarvan is niets terechtgekomen. Want ter slot van rekening deden de obia's deze keer geen wonderen. De obia's, de voorouderlijke geesten van de Surinaamse bosnegers, werden dit keer tevergeefs te hulp geroepen. Op 1 februari 1964 werd de dam voltooid die een einde maakte aan een eeuwenoude afzondering. Het Van Blommesteinmeer ontstond, genoemd naar de Nederlandse waterbouwkundige die het Brokopondo-project had gelanceerd. De van hun woon- en jachtgebieden verdreven bosnegers spreken en zingen liever over het Lindemanmeer, naar de ingenieur die belast was met de bouw van de dam. Een 27-tal dorpen verdween onder het water. De bosnegers uit het gebied verhuisden naar door de overheid ingerichte transmigratiedorpen aan de benedenloop van de Suriname rivier. Sommigen trokken dieper het oerwoud in en stichtte ver weg van Paramaribo nieuwe dorpen aan de bovenloop van de Suriname rivier.